Nou, eens kijken of hij het uitstekende begin een passend vervolg kan geven. Dit is veelbelovend. Wat heet? Kijk eens aan. Ja. Dat is wat we willen zien van Hendricks. Maar hij begon de set hiervoor, de eerste set ook wel goed. Maar zwakte toen wat af. Alleen had dan het voordeel dat ook Jones niet echt in de wedstrijd kwam. 16. Jones is professioneel darter. Dat geldt niet voor Thierry Hendricks. Die werkt nog als elektromonteur bij DAF in Eindhoven. Maar zal ongetwijfeld ambitie hebben om ook professioneel darter te worden. Ik denk het wel, maar hij heeft daarnaast ook zijn opleiding afgerond. HBO, commerciële economie. Heeft gedurende de jaren dart ook op een wat lager pitje gezet. En dat vind ik een verstandige keuze, want je weet het nooit wat er gebeurt in darts. Inmiddels is de opleiding afgerond en heeft hij zich volledig op het darten gestort. Met succes. Natuurlijk gisteren Gino Vos gehad tegen de regerend wereldkampioen. Die begon ook geweldig. Kon het helaas niet tot het einde toe volhouden. Ja, dat is dan de onbevangenheid. Je hebt niks te verliezen en dan begin je goed. En dan, ik denk dan toch na 1 of 2 sets, ja, dan krijg je langzaam een stemmetje in je kop. Van misschien maak ik wel een kans, misschien ga ik wel winnen. En dat kostte Vos gisteren de kop. 74. Triple 14 gegooid. Dubbel 16. Hendricks. En dubbel 16 wordt het. 1-0 in sets, 1-0 in legs. Op tweede ronde koers ligt hij. Ja, en nogmaals, mocht Hendricks winnen... Dus de kans groot dat hij in de tweede ronde veel Taylor treft die hij eerder al tegenkwam tijdens het EK. Speelde hij goed en ook eerder tijdens een toernooi in Nederland. En daar won hij van veel Taylor. Dus die twee kennen elkaar wel. Ja, Taylor speelt morgen tegen Michael Menzel in zijn eerste ronde partij. Of vanavond moet dat zijn natuurlijk, om 11 uur ongeveer. Voor Taylor is het John Part, ook al een oud wereldkampioen. Die aantreedt tegen Joe Cullen. Is ook vanavond een ijzersterk programma. Net zoals morgenavond, als we Raymond van Barneveld in actie krijgen. 129. En Gary Anderson, de Schot, en Hamilton. Belangrijke beurt voor Jones hoor. Laat dubbel 12 staan. Want Hendricks op een finish om te breken. Single ball gegooid, triple 19. Die niet. Maar ik zou voor Jones zeggen dat deze toch wel uit moet. Jongen. Fijn, bijna het Alexander Palace uit. De eerste, maar met zijn derde slaat hij wel toe. Goeie marker met die tweede. En het wordt 1-1. Zo'n beurt als dit is ook wel weer bewijs dat het zo'n gevoelssport is. Die eerste ver uit de richting en dan puur op gevoel. Ja, ga dan steeds iets meer naar het midden en met je laatste pijl raak je dan het vakje die je wil raken. Maar het verdient zeker niet de schoonheidsprijs. 99.
U weet het inmiddels, u kunt vragen stellen via www.rtl7darts.nl/kijkersvragen of via de Twitter, hashtag RTL7darts. Een vraag van Herma Dullens uit Geleen, in Limburg dus. Hoe zit het eigenlijk met het dartstalent in Limburg? Zijn er meer potentiële Jerry Hendriksen? Ja, dat denk ik wel. Er wordt nog steeds veel gedart in Limburg. Zoals Jacques zelf ook al zei, er is een Super League team wat het daar al jarenlang goed doet. Dus ja, er lopen voldoende talenten rond. Er zijn verschillende mogelijkheden voor die talenten om zich omhoog te werken. Zowel nationaal als internationaal. Inmiddels 81 voor Hendriks. Begint dan met een 3. Nu is triple 18 gezocht, maar kan hem alleen maar weg gaan zetten. Triple 19 gegooid. Nou, kans, bullseye. En die mist hij. En dus laat hij de break vooralsnog liggen. Hendriks 3 pijlen voor tops. Moet via dubbel 5. En ook hij slaat toe met zijn derde pijl. En komt opnieuw op voorsprong. Nog een vraag van Roy van der Broek. Wat is de hoogste finish op dit moment? We zagen net Hendriks bijna die 170 finish, de hoogst mogelijke finish uitgooien. Ja, volgens mij is dat de 150 finish van Robert Thornton. Die deed hij zelfs 2 keer. Als ik het goed heb, staat Robert Thornton dus op plaats nummer 1 en ook op plaats nummer 2. Nou, die won van Magnus Karis gisteren. Overtuigend met 3-0. Absoluut, dat geworden fantastisch. 43. Overigens begrijpen we van onze meesterstatisticus Jacques Nieuwlaat dat Kevin Peter gisteren in de laatste partij een finish van 160 gegooid heeft. Ja, dat klopt. Dat begint me nu in één keer. Schiet het mij te binnen. En volgens mij was het zelfs in de eerste leg. 41. When you recall 153. Triple 20 geraakt voor Jones. Triple 19 niet. Hendriks een stukje achterop geraakt in deze leg. Ja, is lekker. Toch iets van druk gezet. In de finish van 124 over. 3 pijlen voor dubbel 12 voor Wayne Jones. Of dubbel 16. De score was niet juist in beeld gebracht door onze collega's van Sky. Maar belangrijker is de conclusie dat Jones de vierde leg in de tweede set heeft gewonnen. Het staat 2-2. Het is nu zaak voor Hendriks om deze leg te winnen. Dan komt hij met een 2-0 voorsprong. Zo dadelijk weer terug op het podium, want ook na de tweede set hebben we een korte onderbreking. Ja, het begin is daar hoor, voor Hendriks. En nu moet je gaan uitbouwen. Jones begint met 81, jij begint zelf met 140. Dan is zo'n 5 niet gewenst. Geen trippels in deze beurt. En Jones gooit weliswaar een trippel, maar dat is een trippel 5. Dus dat brengt hem ook niet echt voorbij Jerry Hendriks. Poeh, beetje zenuwen bij beide mannen. Ja, het is een cruciale leg, zo zou je dat toch mogen typeren. Het gaat om een 1-1 setstand of een 2-0 voorsprong voor Hendriks. Dan komt hij wel heel dichtbij in de tweede ronde. 100. En dan begint Jones met een triple, maar daarna schieten de volgende twee darts te ver boven.
Dus Hendricks nog steeds de voorsprong. Triple 19 is raak. Ja, nog één erbij. Belangrijke beurt dit. Jones heeft triples nodig. Hendricks voor een 2-0 voorsprong in sets. Bulls raak, dubbel 16. Dat is zonde, maar de kans is toch redelijk aannemelijk dat hij nog een keer voor de dubbel 16 mag gaan. Single ball gegooid, triple 20 gemist. En dus Hendricks voor 2-0 in sets. Dubbel 16. Ja hoor, hij pakt hem. Het wordt 2-0 in sets voor Jerry Hendricks. En dus ziet het er uitstekend uit voor deze man uit Venlo.